Ja. Dan moet ik nog even mijn schrijfwerk voor me halen. Ik heb iets voorbereid. Dat zijn losse aantekeningen. Een beetje hongerig, maar matig voorbereid. Dat heb ik in mijn aantekeningen staan. Ja, ik dacht dat ik vandaag ging overslaan, omdat ik vanmiddag een beginnende hoofdpijnaanval had. En de enige remedie is dan alles zoveel mogelijk te laten gaan. Echt alleen het allernodigste doen. Maar ja, eerst moet de hoofdpijn weg. Maar dat is gelukt. Ik heb er al even middaglast van gehad. Maar ik had dus geen tijd om vandaag iets te schrijven. En ik heb al wat dingen geschreven, maar dat is niet zomaar bruikbaar. En dan moet ik het nog opnemen, bewerken en uitzenden. Dus nu live. Ja, ik heb het vaker gehad over zelf antennes maken. Maar dat is ook wel iets wat ik erg leuk vind. En bovendien, ik wil ook veel aandacht besteden aan het zelf maken van amateurspullen. Maar het knutselen met antennes is zo ontzettend dankbaar. En het leuke ervan is, je kunt beginnen zonder dat je een diepgravende kennis hebt. Dus iedereen die beginner is, die kan met een paar kroonsteentjes, schroevendraaiers en wat kabels waar connectors aan zitten aan de gang, hè. En als het geen antennes zijn in een hoge mast, dan kun je ongelooflijk makkelijk verschillende dingen uitproberen, met elkaar vergelijken. Bij aankoop van antennes is dat verschrikkelijk duur. Ik bedoel, een antenne die buiten heeft gestaan, die kun je echt niet aan een leverancier teruggeven. Want er is aan gesoldeerd en er is van alles aan gebeurd, die kan die niet meer verkopen. Maar het is heel interessant. Soms kan een antenne enkele tientallen centimeters verplaatsen, echt een spectaculair verschil maken, zonder dat duidelijk is waarom dat is, ook als je er meer nauwkeurig naar kijkt. Soms kom je daar gewoon niet achter. Moment, ik moet even verder scrollen en ik heb een portofoon in mijn hand en een opnameapparaat. Bij een opgenomen uitzending knip je dat er gewoon uit, maar... Het is een beetje flauw misschien om weer over mijn begintijd te beginnen. Dat heb ik in de afgelopen afleveringen wel meerdere keren gedaan. Maar het is een goed voorbeeld. De antennes waarmee ik begonnen ben. Ik had op 27MC... ja, wat had ik in eerste instantie? Ik heb zo'n TLC-sprietje op het balkon gehad. Maar lange tijd had ik een inverted 4. Dat was niet helemaal ideaal, want die is niet helemaal echt verticaal gepolariseerd. Maar dat werkte toch heel goed. Waarschijnlijk vanwege de hoogte waar ik toen zat. En kijk, nu moet ik hem al resetten, 3 minuten. Maar later is die antenne wat ingekort en voor 10 meter in gebruik genomen. Een inverted 4. Ja, de bovenzijde gevoed werd en de koers ging dan naar boven. Dus het was het balkon beneden mijn slaapkamer. Voor mijn eerste amateuruitzendingen, eerste QSO's, heb ik een groundplane gemaakt. Dat is heel simpel, met een paar messinglaststaven soldeer je dat op een coax connector. Kun je niet buiten zetten, want de metaalspanning tussen de soldeertin en dat messing is niet helemaal handig. En ja, die antenne die vreet in het water, vreet die zichzelf zo weg. Dus dat werkt met die metalen niet. Maar binnen, dat hing met een stukje vliegentouw en een gordijnrail met een centimeter of 20 ertussen om te voorkomen dat die gordijnrail de GP te veel beïnvloedde. En dat werkte heel goed, maar dat was echt de hoogte waar ik zat. Vervolgens riep iemand dat het wel een goed idee was dat ik ook horizontaal gepolariseerd was. In die tijd was horizontale polarisatie op 2 meter zeer gebruikelijk. En een flink deel van de stations werkte op die manier. Dus ik heb toen een HB9 CV gemaakt. Dat is een 2-elements Yagi. En ja, een soort van. En die bestaat eigenlijk uit twee keer de letter U met een rechte hoek, zeg maar. Waarvan de ene poot iets langer is dan de ander. En die soldeer je dan tegen elkaar aan. En dan, het was gemaakt van dik elektriciteitsdraad. En ook dat ging met vliegentouw aan mijn gordijnrail, waardoor de gordijnen dus niet meer dicht konden. Maar ik had ook Luxaflex. Dus. maar ja, goed. Ik weet niet precies de hoogte waar ik toen zat. Maar ik denk dat mijn slaapkamer iets van 20 meter hoog was. Dus dat wilde wel. Er stonden wel wat gebouwen in de buurt die een beetje in de weg stonden. Maar ook daar had ik niet heel veel last van. Ik heb vervolgens twee jaar later of zo, antennes op het dak daar gekregen. Die heb ik een flink aantal jaren gehad op die locatie, totdat ik er wegging. En dat waren allemaal fabrieksantennes, maar ik kon daar toen ook niet aan experimenteren. Dus dan moet het in één keer goed zijn. En dan is een fabrieksantenne wel een goed idee. Dus als je dingen bovenin moet zetten en het moet geïnstalleerd worden, ja, dan is dat wel een goede oplossing. Maar ja, ik ben op het balkon wel blijven experimenteren met allerlei soorten van antennetjes.
toen ik vervolgens in 2006 opnieuw begon met de hobby. Ja, toen heb ik eigenlijk alles met zelfbouwantennes gedaan. De uitzonderingen zijn de twee repeaterantennes die ik heb om een bepaalde reden. En de meeste antennes die ik voor het portabel en pedestrian mobile gebruik, die zijn ook gekocht. Maar de rest is allemaal zelf gemaakt. Voor een deel ook zelf ontworpen. Ja, hoe kun je dat zeggen, zelf ontworpen? Je borduurt natuurlijk altijd voort op het werk van anderen. En dit zijn variaties op bestaande ontwerpen, zeg maar. Ik pak hem nog even terug. Die zijn aangepast voor de specifieke situatie waar ik in zit. Ik heb een grote voorkeur voor halve golfantennes, of dat nou dipolen zijn of eindgevoerd. Maar dat thema dat komt vaak terug. Ik gebruik veel inverted V's in allerlei varianten, meestal met een mantelstroomfilter, maar ook niet altijd. En ik heb ook meerdere antennes waar verticale draadantennes bijvoorbeeld hier langs een glasfibermast gespannen worden, waarbij de antenne van onder aangevoerd wordt. Dus een halve golf, eigenlijk een beetje zoals een endvet, maar dan iets anders opgesteld. En ook andere frequenties, want ik heb het hier over antennes voor 50 MHz en hoger. Ik heb hier twee draadjes voor de korte golf gehad. En die hadden al die draden, ik meet ze nooit. Want ja, ik heb ruimte tot aan een boom. En nou ja, dan lopen ze tot aan een boom. Je kunt het wel gaan inkorten, maar daar heb je niks aan. Want dan wordt die antenne gewoon alleen maar korter. Door er een isolator in te zetten. En ik knoop ze dus gewoon om een boom heen. En ik heb lange tijd heb ik twee van die draden gehad. Eentje die vrij lang was naar een boom wat verder weg. En eentje naar een boom dichtbij. En dat werkte goed. Maar niet super. En vervolgens kwam er heel veel storing uit het gebouw. Vanwege allerlei de toename van de storing van alle elektronica. En toen heb ik besloten dat die draad die grotendeels parallel met de rij huizen liep, toch niet zo'n heel goed idee was. Wat ik vervolgens gedaan heb, is het beginpunt van de antenne stuk hoger gemaakt. En dat die nu alleen nog bevestigd is aan de bomen dichtst erbij. Dus dat is een sloper die van boven gevoed wordt. En die werkt echt super goed. Dat is echt, dat is een tref. Dus die blijft wel. Ja, regelmatig sneuvelt hij, omdat het van dat dunne draad is. Maar hij mag ook niet officieel daar hangen. Dus, maar ik heb een soort van gedoogtoestemming. Een lang verhaal is dat ook weer. Maar, verder heb ik hier een uitschuifmast, waar die ik tot ruim 30 meter boven NAP kan uitschuiven. Dat is wel iets wat heel erg handig is. En bovendien is hij niet zichtbaar op momenten dat hij niet gebruikt. Dus dat is ook nog wel leuk. Nu krijg ik kramp in mijn duim van het indrukken van de microfoon. Ik denk dat ik het hierbij hou. Het is niet zo'n heel diepgravend praatje, maar het varieert een beetje. De volgende keer weer een goed doorbrochte van tevoren geplande ahum. Neem ik aan. Want je weet het nooit. En ik ga de komende dagen wat YouTube-filmpjes maken. Ook nog van allerlei producten en spullen. Dus houd het ook in de gaten. Nou, tot zover. PA6 Echo.